Een bewegingssensor is een van de belangrijkste sensoren in je huis, omdat die je beweging kan detecteren en vervolgens een lamp kan schakelen of wat dan ook. Als je vaker met zo'n sensor hebt gewerkt, zoals bijvoorbeeld deze Akara, dan weet je dat er één ding best irritant is. Dat is namelijk, als je niet beweegt, gaat de lamp weer uit. En dat is niet wat je wil. Dus hij weet niet of je er bent. Nou, daarom demonstreer ik vandaag de Akara FP2. Ik kan niks aan die naam doen. Dat is een millimeter weefsensor en die betekent dat hij een soort van radar heeft, of een soort van, dat hij een signaal heeft waardoor die kan kijken of je aanwezig bent, of je beweegt en ook zelfs waar je precies bent. Op die manier zou die de kamer in zones moeten kunnen verdelen en zou die meerdere mensen kunnen trekken binnen die zones. En kan je dus één sensor hebben in je woonkamer bijvoorbeeld, die op meerdere plekken dingen kan schakelen. Nou, ik ben heel benieuwd, dus ik zou zeggen, let's go! Nou, zullen we eens maar eens even kijken wat er nou precies in dat ding zit. De Akara Presence Sensor. En in het doosje zit dus de sensor, maar ook een kabel. Een van de nadelen aan dit soort sensoren is dat ze stroom nodig hebben. Dus ik heb hier een USB-C kabel. Zoals altijd zit er weer geen stopcontact bij, dankjewel Akara. Maar dat doen heel veel van die providers niet. En je moet hem dus aan constante stroom hebben, anders heeft hij gewoon niet genoeg power om continu de boel te monitoren. Dus je ziet hier de sensor met een lampje, knopje. Maar hieronder zie je dus de aansluiting voor de USB. Je hebt hier een soort van voetje, zodat je hem ergens kan neerzetten. Kijk, je kunt hem dus zo neerzetten. Wat een beetje gaar is, want als je goed kijkt, dan zie je dat het Akara logo dan op zijn kop staat. Dus dan heb jij zo'n leuk mooi ding, want ik vind het best een mooi ding. En dan staat dat ding op zijn kop. Nou, in de praktijk, hier zit een schroefgat. Kun je een schroef in de muur knallen en dan heb je hem dus wel gewoon zo aan de muur. Of we hebben hier een magneetschijf en die ga ik denk ik gebruiken. En die, dan kan jij, dus waarschijnlijk is dit een magneet, check. Dus dan boren we deze schijf op de muur en klaar. Nou, als laatste optie kan ik ook nog een 3M sticker doen, maar daar heb ik geen zin in. Oké, dus de sensor is redelijk simpel. Nou weet ik nog niet of ik gelijk mijn USB-stroom erin moet pluggen of niet. Dus ik zal toch maar even een boekje gaan bekijken. Maar er staat gewoon een QR-code in. Ik ga naar mijn camera en ik ga gewoon die code scannen. En kijken wat hij doet. Dan gaat hij naar de akara.com pagina. Download die Akara-app. Akara Home. Nou, die heb ik al. Aanzetten. Updaten. Dan zal ik ondertussen de stroom er maar even in doen. Nou, hij begint als een gek te knipperen. Dat zal wel zo zijn omdat hij dan aan het zoeken is. Ondertussen open ik de Akara app. Dan moet ik inloggen. Hop. Eens. De grote vraag is natuurlijk, heb ik nou een hub nodig of niet voor deze sensor? Als het goed is niet, maar we gaan het zien. Accessoire toevoegen, dan moet ik dus zeggen welke het is. Dus vind ik altijd een beetje flauw van Akara. Zoek gewoon. Dan heb ik hier al die sensors en dan zie ik hier de FP2. En je hebt ook de FP1E. Hoe de hel kom je nou op zo'n naam, Akara? Maar de FP1E... dat is eigenlijk eenzelfde soort sensor, ook een millimeter weefsensor, maar dan is die iets simpeler. Hij kan maar één gebruiker trekken op één ruimte, je kunt geen ruimtes maken. Maar daardoor kan ik dus wel bijvoorbeeld in deze ruimte, kan ik mijn gewone sensor vervangen voor die. Dus dat is echt gewoon een ideale. Waarom wil ik die FP2? Omdat ik in mijn woonkamer heb ik op dit moment meerdere sensoren staan en dan kan ik er naar één terug. Ik kies de FP2. Dan... Power the device and wait till the yellow light to change from always on to flashing. Nou, dat doet hij. Next. Nou, daar is hij al. Dat wil ik toevoegen. Ik wil hem op mijn NOT-netwerk verbinden. Ja, het zal wel. Verbind maar met dat ding. Verbonden. En nou begint hij blauw te knipperen. Hij is connected to the network. Vet. Cool. Alright, dan zegt hij, ik ben klaar, waar sta ik? Nou, dan zeg ik, zet me maar in de living room.
En dan noem ik hem kamer. Ok. Volgende. Bla 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 bla. Dit is allemaal voor in de app van Akara zelf. Hij heeft ook nog een illuminance sensor. Dus hij weet ook hoeveel licht er is. Dat is wel heel fijn. En dan zeg ik klaar. En dan kan ik dus een zonnedetectie doen. Daar heb ik hem voor gekocht. Je kan ook een valdetectie doen. Dat is bijvoorbeeld als jij ouders hebt die minder goed kunnen lopen. Of iemand anders die problemen heeft met lopen. En die, waar je bang bent dat die valt. Dan kun je er een valsensor van maken. En dan kun je een soort van alarm krijgen als iemand valt. Dat is ook wel heel fijn. En sleep monitoring. Nou, dat wil ik al helemaal niet. Dus ik zeg zonnedetectie. Install now. Ja, dus nu wil hij dat ik hem op de goede plek ga hangen. Oké, dus ik zie dat hij een diepte van 8 meter heeft en een breedte van 6. Nou is dat een beetje een onhandige voor mijn woonkamer, want ik wil hem heel graag hier in het midden hebben. Dus dat ga ik gewoon toch doen. Ik zal hem eerst even met de sticker monteren. Dan ga ik dat later nog netjes boren op het moment dat, dat niemand kijkt. Dus ik ga hem een beetje hoog doen, denk ik. Zo. Dan probeer ik hem een beetje in het midden te doen. Zo. En dan zie je dus dat ik deze hele kabel moet gaan zien weg te werken. Nou, dat wordt een gootje. Maar dan haalt hij het nog niet. Dus dat is mooi irritant. Nou, dat is wel te doen. Dus, daar hangt hij dan. Als eerste moet je in de app de richtingen aangeven. Dus je moet aangeven of je netjes van de sensor afloopt of dat je naar de sensor toe gaat. En dan kun je dat dus aangeven of het consistent is met wat hij verwacht. Vervolgens moet je naar de buitenste randen gaan lopen. En als je geen vierkante ruimte hebt, dan moet je je maximale kiezen. Nou, hier zie je dus dat ik naar links en naar rechts loop. Maar je ziet ook al dat hij meerdere personen herkent. En dat is dus niet zo handig, want hij heeft dus zogenaamde ghosts al. En dat is iets waar ik later op terugkom. Nou, je gaat dus naar links, naar rechts naar, en dan zo ver mogelijk weg van de sensor. En de sensor zit zelf op de muur, dus je weet waar je bent. Op deze manier kan hij dus de maximale randen van je woning berekenen. Vervolgens wil hij met AI Learning wil hij nog beter je woonkamer snappen. En dan zal hij een soort van detectie doen van waar staan je meubels, waar staan je planten, waar staan je dieren. Dit moet ik denk ik nog een keer doen om hem exacter te krijgen. Daarnaast kun je ook nog instellen hoe gevoelig die is. En de gevoeligheid, dat zal waarschijnlijk handig zijn als je minder gevoelig zet als je ruimte veel planten en dergelijke heeft, zoals de mijne. Nou, heb je dat gedaan? Kun je dus zones gaan aanmaken. Een zone aanmaken doe je door naar de punten te lopen waar je je zone wil hebben staan. Dan klik je erop en vervolgens ga je naar de andere hoek van die zone. En je zo kleur je hem zeg maar in met je vinger. Dus je schuift er gewoon zo overheen. En vervolgens krijg je die zone te pakken. Nou, dus nu doe ik dat voor de eerste. Ik loop dan even langs de randen en dan zie je precies waar die zit. Ik geef hem een naam, zodat ik hem kan herkennen. Op zich krijgt hij niet terug in Home Assistant. Dus dat is misschien niet zo handig, maar zwaar. Dan kan ik hem nog een kleurtje geven, wat ik hier nog niet heb gedaan. Ik kan er nog een sticker bij zetten. Dat is wel handig voor de herkenning. Dus dan gooi ik er nog een tafeltje bij. Ook dat is puur voor de visualisatie. En zo teken ik dus alle drie mijn zones in dit geval. Dus ook eentje voor de tv-hoek en ook eentje voor de leeshoek. Nou, hier zie je wederom drie ghosts. En dat is dus niet handig. Om dat te voorkomen heb ik hier soort van interferentiezones gemaakt. Dus tussen de zones in heb ik die rode inferencezones gemaakt. Oftewel, daar wil ik niet dat hij gaat detecteren. Hier heb ik de ingang en uitgang. Dat vindt die sensor fijn, dan weet je waar je vandaan kan komen. En daarnaast heb ik ook bij het raam, zie je hier, heb ik de edge helemaal eromheen getekend. Zodat hij precies weet, wat de vorm is van mijn woonkamer. Dan hoeft hij daar geen detectie te doen. En dit zou allemaal moeten helpen in het accurater trekken van jou richting de zones. Nou, dus ik heb de zones getekend in de app. Die zijn allemaal aangemaakt. Ik heb ze naampjes gegeven. Dinner, TV, Read. Dus nu kan die detecteren waar ik ben, in welke zone. En mijn nou is de vraag, wat vindt Home Assistant ervan? Want ja, hartstikke leuk. Maar ik ga echt niet alles via de Akara app doen, want daar heb ik mijn lampen niet eens in zitten. Om nou te installeren in je Home Assistant heb je schijnbaar HomeKit nodig. Als je die al hebt draaien, zou je bij je settings, notifications,
zou jij nu een notificatie moeten hebben dat hij hem heeft gevonden. Ik heb hem als het goed is nog niet. En dat betekent dat ik dus HomeKit moet installeren. Add integration, HomeKit. En dan krijg ik een Apple-icoon, dat is goed. En dan zeg ik HomeKit device. En dan hoop ik dus dat hij hem al heeft gevonden. Maar dan zie ik hier dat hij wel dingen heeft gevonden van Yeelight. Zowel een lamp als een ledstrip. Maar dat is nou net niet wat ik moet hebben. Dus dat is sucks. Als je HomeKit device, als hij hem niet vindt, dan kan het zo zijn dat hij nog niet goed op je netwerk te vinden is. In dit geval is het heel simpel. Stekker eruit, stekker erin. En hartstikke idee, hij heeft hem gevonden. Ineens zegt hij HomeKit device gevonden, presence sensor FP2. Dus ik zeg configure. En dan zegt hij een pairing code. En het stomme is, die pairing code, ja dankjewel, die staat achter op de sensor. Submit. Living room finish. Hij heeft hier een HomeKit device. Eén device en dan zie ik je presence sensor 1, 2, 3 en 4. Nou is het even de vraag welke is. Als het goed is, ga ik nu de verschillende zones af. Ik zie dat hij nu sensor 1 detected heeft. Ik gok dat presence sensor 1 het totale oppervlak is. Sensor 2 mijn eerste zone, 3 en 4. Volgens YouTube, volgens Google heb ik er gelijk in. Dus ik ga ze maar gelijk even renamen. Dus als ik deze is dus FP2 living all. Dan pak ik hier nummer 2. Dan zeg ik FP2 living dinner. De simpelste manier om er een automation van te maken is door te zeggen create automation. Nou, de trigger is als er een entiteit verandering heeft, namelijk een state change. Dus ik zeg mijn FP2 dinner, dat is een van mijn zones, als die verandert van clear naar detected, dan is er dus beweging in die zone en dan moet je gaan schakelen. En dan kun je nog toevoegen, en dat is wel heel gaaf bij deze, dat de entiteitwaarde van de illuminance van dat ding, even afkijken hoe die heet. Kijk, dus ik heb hier dus het lichtlevel. En dan zie je heel, heel mooi hoeveel licht die heeft. Maar hoe heet dat ding nou? Die. Dus als deze een bepaalde waarde heeft, namelijk hij is nu 85, ik weet niet zo goed hoeveel die waarde moet zijn hoor, maar als die below 60 is, dus dan wordt het donkerder, dan zet die lamp aan. Dus dan zeggen we device eettafel aan. Nou, dan gaat die lamp aan, maar daarna wil je dus dat die weer uitgaat als je weer wegloopt. Vervolgens, als die lamp aan is, dan doe ik een wait voor een trigger, ja, en dan is de trigger dat de entiteit state verandert, namelijk dat de dinnerbeweging gaat juist de andere kant op van detected naar clear. En als dat gebeurd is, dan zet de lamp weer uit. Dus dan zeg ik device eettafel off. Als ik dan nu naar mijn YAML kijk, dan zie je dus dat op het moment dat de gewone trigger, namelijk die presence sensor, van af uit naar aan gaat en het is donker, zet dan de lamp aan, wacht tot vervolgens de state van die presence sensor weer van aan naar uit gaat en dan zet de lamp weer uit. En zo kun je dat voor elke zone doen, voor de specifieke sensor die binnen die FP2 is aangemaakt voor de lamp die jij wil. En als je dat doet, dan krijg je nou namelijk dit effect. En hij reageert echt super snel. Dus echt heel vet. Als je de zone inloopt, gaat hij aan. En als je hem uitloopt, gaat hij weer uit. En nu ik dan alle zones heb aangemaakt, ziet het er als volgt uit. Bam! Aan. En ik loop weg. Uit. TV, check hieronder. Oh yeah, oh yeah.
En dan de zithoek. Werkt lekker! Tot zover de FP2. Ik vind het echt een super vette sensor. Eén, omdat hij meerdere personen tegelijk kan trekken. Omdat hij die zones kan instellen. En dat hij heel snel reageert. Als je de zone inloopt en uitloopt, kun je erop schakelen. Die lichtsensor erbovenop is echt heel handig. Want anders had ik er een aparte bij gedaan. Het is namelijk de bedoeling dat ik alleen maar lampen aanzet als het ook donker is. Super handig. In de video zag je dat er af en toe een ander poppetje opkwam. Dat snap ik niet helemaal. Dus soms denkt hij dat er een ander persoon is. Nou zit er bij mij geen complete field of sight. Dus je kunt niet altijd goed kijken. En als ik mijn zones heel scherp maak en de randen langs de muren weghaal, dan heb ik daar geen problemen mee. In het begin schakel je af en toe op detected, terwijl er eigenlijk niks aan het gebeuren was. Nou, nog een keer Denis van de toekomst hier. Als je bezoek hebt, dan werkt het allemaal niet zo heel lekker. Omdat je dan meer dan 5 personen hebt, dan raakt hij echt compleet in de war. Dus het beste is om eigenlijk een soort van schakelaar te maken. Als je zo'n automation hebt als mij, wat misschien helemaal niet praktisch is hoor. Maar dat je hem uit kan zetten. Daarnaast merk ik ook dat als we langer met z'n allen op de bank zitten. Dus iemand zit er al en er komt later iemand erbij. Dan kan het goed zijn dat als die tweede die er is gaan zitten, als die weggaat. Dat hij toch zegt dat die zone verlaten is. Dus ook al heeft hij die presence goed in de gaten. Het wordt lastiger als er meerdere mensen langere periode in zo'n zone zitten. Dus of dat nou met die accuratie te maken heeft, of dat het te maken heeft met mijn planten en mijn indeling van mijn woonkamer, weet ik niet. Ik heb deze video 4 dagen geleden opgenomen, dus we moeten het maar even afwachten. Ik laat wel weten als het nog beter wordt. En wellicht als ik die AI nog een keer ga trainen, helpt het ook. Het is wel een dure sensor, daarom is die andere variant waar je dus minder mensen en zones hebt misschien wel interessant, is goedkoper. Maar zoals gezegd, je kunt die dus, als je een grote woonkamer hebt zoals ik, meerdere dingen schakelen. Vond je dit een toffe video? Help me dan door er een like op te zetten, subscribe en zet het belletje aan. Vergeet dat niet, dan krijg je een update als ik een nieuwe video heb gepost. Als er vragen zijn, opmerkingen of andere leuke dingen, zet ze in de commentaren. Wil je nog verder kijken, dan staan hier nog video's of een videolijstje waarmee je verder kan kijken naar meer van deze video's over apparaten die je kan automatiseren. En dan zie ik je graag de volgende keer terug. Laters.